was eigenlijk, toen in die tijd, was dit een vrij arme buurt. Maar nou is dat niet, erg, hè? Want dan lees het boek maar van het pauperparadijs. Er staat ook een mooie passage in van, we zijn toevallig arm, dat wil niet zeggen dat we dom zijn. Dat waren die mensen natuurlijk in die tijd ook niet. En waarom ben wij ook wel een klein beetje trots op het oude Ronerveld. In de jaren 30 kwamen de mensen hier van het Rode Veld met een buurganger, de heer Andries Burksema. Die zat toen in de gemeenteraad voor de SDAP en die hebben toen verzorgd in de jaren 30 dat de naam Rode Veld veranderd is in Nieuw Rode. In nood van armoede zijn wij hier een hartstikke riek dorp. Want iedereen, elke oud Nieuw-Roner, die gaat weer die goud weer van dit dorp. Vandoor, dat is ook zo. Vandoor dat wij ook hartstikke trots zijn op ons dorp. En ook kunnen we ons midden dat wij dit weer kunnen laten zien. Moet hier nog terug?